activiteitencommissie. En wij organiseren met een team van 11 enthousiastelingen dit soort evenementen. En nogmaals, dit is een wat bijzondere uit de lijn die we normaal gesproken doen. Ik was met een bestuurder in gesprek en die wilde graag wat dingetjes horen van de leden. Van nou, hè, wat vinden jullie van het boekje, wat vinden jullie van de evenementen? En nou, het klassieke middel is daar een evaluatieformulier voor. Toen zei ik af en toe, ben ik daar constant. Het zal ergens tussen de 7 en 7,5 zijn. Schieten we daar wat mee op? Zakelijk, waar ik werk, daar gebruiken we sinds kort de klantarena. De klantarena, dat is iets, nou, vanuit de agile hoek, iets leuks, spannend. En daarmee haal je juist het venijn uit de vragen die klemmen. De knagende vragen. Dus dat stelde ik voor aan het bestuur. Nou, je begrijpt dan, goed idee Kelvin, wil jij het organiseren? Nou, dus daar sta ik dan nu voor een avond waarbij we iets heel leuks gaan doen, iets heel interactiefs. Ik ben op zoek gegaan naar een partij die ons wil helpen bij het beantwoord krijgen van knagende vragen, maar dan vanuit de klantarena gedacht. En daarbij gaan ze wel aan voor Kelvin. De klantarena is met een grote groep wat overdreven, dus het wordt een idee-generator. Ik ga niet uitleggen wat het is. Dat gaat Quint voor ons doen. Quint staat te popelen om jullie deze avond te faciliteren. Ik ga ze zo bij naam noemen. Ik ga eerst even met jullie programma door. Of het programma, de huishoudelijke zaken. Inmiddels allemaal bekend, denk ik. De volgende bijeenkomst hebben we onderaan. 20 maart, volgende week al. Hebben jullie natuurlijk ook allemaal voor ingeschreven. Dan gaan we over vertrouwen hebben in de cloud. Ja, ik hoef dat niet toe te lichten, denk ik. Dat is natuurlijk een aardig spanningsveld. Nog één andere mededeling betreft de broodjes van vanavond. Ook die waren van een andere orde dan normaal, maar dat was niet gepland. Dus we hadden alleen maar kaasbroodjes. En we kregen door dat eigenlijk de broodjes voor morgen waar zijn, voor een hele andere club. Dus die waren door elkaar gehaald, dus excuus daarvoor. Maar goed, dat, je hebt niet altijd alles in hand. Dus dat was een foutje. En ik hoop dat ons niet te zwaar had aangerekend. Het programma. We hebben eigenlijk twee hoofdonderdelen. Dat is het algemene deel, waarbij Quint zal toelichten wat Agile is. Vooral ook het spanningsveld opzoeken van Agile richting informatiebeveiliging. En wat dat ons kan brengen. En het tweede deel gaan we daadwerkelijk met knagende vragen van de PVB aan de gang. En die knagende vragen gaat de PVB natuurlijk zelf toelichten. En daarvoor, even kijken, staat hier 1945, zal het bestuur dat komen toelichten. En ik wil nu even vragen, omdat het bestuur aanwezig is, even vragen om het bestuur even te gaan staan, zodat we kunnen zien wie het is. Dat is Fred van Noord. Oh, ze zitten keurig met elkaar, nou, dat is makkelijk. Jessica Kroket, Alf Moens en ik de Ruiter. Nou, hartstikke fijn dat jullie aanwezig zijn. Het is ook essentieel natuurlijk om het hele proces goed te begeleiden. Nou, ik ben genoeg aan woord geweest. Ik beloof jullie dat het een ontzettend leuke avond gaat worden. En ik wil graag het woord geven aan Quint, aan Frederik Schukker en Rob Koolstof.